In een tijd van oorlogen en epidemieën, pandemieën en klimaatverandering is het belangrijk dat de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zekerheid heeft met financiering. Dit benadrukte Karel Lauterbach, minister van Volksgezondheid van Duitsland, vandaag tijdens de World Health Summit dat gehouden wordt tussen 13 en 15 oktober in Duitsland. Minister Amar Ramadan van Suriname neemt ook deel aan deze summit. De Duitse bewindsman zei dat de WHO met partners over de hele wereld zal werken aan de toekomst van de wereldgezondheidszorg. We will work together shaping a healthier future for all. In a time of wars, civil wars, epidemics, pandemics, climate change, catastrophes, it is important that WHO can rely on funding, which is a funding in size, up to the task, to the ever-increasing task of WHO. And this is why we are here today. It is an investment, as a matter of fact. It is an investment in the future of health, in the future of our health. It's a good investment for the generations to come. So welcome to this important signature event, and thank you for helping us to shape the future. Thank you. Gezondheidsminister Amar Ramadan zal tijdens de summit bespreken hoe dergelijke initiatieven landen kunnen helpen hun gezondheidssystemen te versterken en daarbij een directe impact te hebben op het leven van burgers. Surinaamse gezondheidsminister zal naast zijn deelname aan het evenement ook bilaterale gesprekken hebben met vertegenwoordigers van diverse internationale organisaties, waaronder de Islamic Development Bank, de Europese Investeringsbank en de WHO.